Hey, goeiedag allemaal. Ik heb mega goed nieuws en ik ga jullie super bedanken. Want ta-da-da-da, groen. Oh, hoe moet ik hem houden? Zo, hè? Dit is een prijs die ik heb gewonnen dankzij al jullie steun. De Paravisie Awards, Spiritueel Inspirator van 2015. En fantastisch mooi beeld. Ik voel me vereerd. Ook omdat ik tussen twee belangrijke andere inspirators stond. Gert Schuitemaker, een ex-apotheker. Een dokter in de geneeskunde die zijn sporen heeft verdiend in het belang van supplementen bij voeding. En Karen Hamaker-Zondag, een astrologe. Die ik al bewonderde tijdens mijn studietijd, las ik al haar boeken. En zij is er de afgelopen tientallen jaren in geslaagd om astrologie, toch een hele alternatieve richting, tot een HBO-studie te verheffen. Fantastisch. Maar wij hebben met overweldigende meerderheid gewonnen, dankzij jullie stemmen. En ik moet zeggen, ik vind het ook een fantastisch mooi beeld. Twee mensen die naar elkaar toe gebogen staan. Voor mij een bijzonder symbool dat we het met elkaar doen. Ik heb dit kunnen doen dankzij de partner die achter mij stond vorig jaar. En ik heb dit kunnen doen dankzij jullie steun. Het begon vorig jaar, echt een memorabel jaar, met de crowdfunding voor de zoektocht naar genezing. En dat werd een mega succes. Maar wat belangrijk is om te beseffen, het sloeg door. Op het moment dat we het minimumbedrag hadden gehaald, toen twijfelde ik eigenlijk. En toen kreeg ik allerlei mailtjes van mensen die zeiden: Henk, hier mag je niet aan twijfelen. Er moet één geneeskunde komen die het beste uit alle geneeswijzen vertegenwoordigt ten dienste van de patiënt. En daar mag je niet aan twijfelen. En toen hebben jullie een statement gemaakt en hebben ontzettend veel mensen extra genodeerd om zeg maar al die video's te produceren die ik voor ogen had. En we hebben daar een grote stap in gemaakt in 2015. En het lijkt mij fantastisch om dat samen met jullie voor te zetten in 2016. Dus nogmaals, super bedankt voor al jullie steun. Super bedankt voor alle nieuwsbrieven, video's en andere informatie, vooral ook op Facebook die jullie gedeeld hebben. Dank je wel alle mensen die financieel hebben bijgedragen, maar ook alle mensen die op een andere manier mij een warm hart hebben toegedragen. Hey, ik zie ernaar uit om jullie te ontmoeten in 2016 en er samen weer iets moois van te maken. Bye.